de nu al weken durende droogte, die een uitvloeisel is van het klimaatpatroon El Niño, heeft een bijzondere impact op de landbouw. Volgens de Wereld Meteorologische Dienst ontstond El Niño in juni jongsleden en zal zeker tot en met december aanhouden. In Suriname heeft dat ook zijn weerslag op groenten en fruit. Landbouwminister Prelat Siudin zei vandaag voor de ministerraadsvergadering te merken dat de prijzen van groenten weer aan het stijgen zijn door deze droogte. De vreselijke invloed, moet ik zeggen. Zelfs ook al zou je je tuinblad elke dag irrigeren met water, koken, dan ga je zien. Het wordt niet zo zacht. Nee, het is enorm. Waardoor we nu verplicht zijn om te kijken naar nieuwe cultuurmaatregelen die we moeten treffen. Je ziet gelukkig heel wat mensen overgaan tot gebruik van schaduwgas. Dat is een van de mogelijkheden dat nu ruim gebruikt wordt. Het besproeien, irrigeren. Je gaat moeten investeren in je business. En wat je ook merkt is dat ook groente vreselijk duur wordt. En nu een gelegenheid voor mensen om daar daardoor geprikkeld te raken om zwaarder te investeren. Maar investeren in professionaliteit. Wat reizen betreft, op dit moment hebben wij echt een golden opportunity om aan de droge grondbewerking te doen. De minister stelt verder dat er op den duur een mogelijke schaarste kan ontstaan aan sommige gewassen. De situatie zal dan veel lijken op de periode waarbij er weinig regen valt in het laatste kwartaal van het jaar. Wat we nu doen, we hebben een inschrijving voor wat schaduwgas. Maar natuurlijk gaat niet iedereen kunnen voorzien daarvan. Maar we hebben wel afgesproken, want 16 oktober is Wereldvoedseldag. En dit jaar is het thema water. Maar daaromheen dan gaan we wat bekendheid geven dat wij vooral instanties zullen helpen met wat schaduwgas. En waardoor ze, want daarmee door die schaduw heb je dan ook minder verdamping. Maar overal, nee. Als je mij vraagt van of er iets richting concrete landbouwers wordt gedaan, dan niet. Dan alleen maar de lozingen verder ophalen en hopelijk dat daarmee in de sloten tenminste water aanwezig is om te kunnen irrigeren. De bewindsman geeft verder aan dat er aan de andere kant wel positieve ontwikkelingen in de landbouw worden doorgemaakt. Verwaarloosde landbouwarealen in Ikeri worden nu weer in cultuur gebracht.